Heel veel. Welkom in deze fanmail video. We hebben de 140.000 plus abonnees gehaald. Ja, dankjewel allemaal. Eerst alle lieve kijkers, dankjewel voor het delen van onze video's, voor het abonneren, voor de duizenden reacties eronder, de duimpjes omhoog. Nou ja, we zijn echt sprakeloos van alles wat jullie hebben toegestuurd. Zoveel post weer, jongens. Echt te veel. Geen woorden voor. We zijn heel erg dankbaar daarvoor. Maar voordat we met al deze ontzettend mooie, lieve dingetjes, foto's of tekeningen, cadeautjes en alle andere dingetjes van jullie gaan beginnen, willen Daniel en ik eerst eventjes wat tegen jullie lieve kijkers zeggen. Om ook even gewoon duidelijk naar jullie uit te spreken van hoe wij voor dingen staan. Want we hebben een ongelooflijk grote groei doorgemaakt afgelopen jaar. Als je kunt realiseren dat we vorig jaar ongeveer 15.000 abonnees hadden. En we hebben er nu 140.000. We hebben rond de 10 miljoen weergaven per maand. Dus ongeveer 10 miljoen mensen bekijken iedere maand onze video's. Dat zijn voor ons getallen. Daar kunnen wij niet meer met ons hoofd bij. Dat is echt bizar. Dus we merken heel erg verandering als we op straat lopen en dat soort dingetjes. Ja, het is wel, we kunnen wel een beetje, bekende Nederlands klinkt heel stom. Maar eigenlijk altijd wel als we de deur uitgaan, worden we wel ergens herkend. Ja, dus daar hebben we even wat huishoudelijke regeltjes op geschreven zetten. En het is echt niet lullig bedoeld of zo dat we huishoudelijke regeltjes met jullie willen delen. Maar ook een beetje om alles goed vol te kunnen houden. Ja. En we zijn natuurlijk ook een gezin met jonge kinderen zoals jullie hier zien. Nummer 3 op kop. Willen we gewoon een bepaalde richtlijn hebben dat jullie weten waar we aan toe zijn. Dat wij weten hoe we aan toe zijn. En hoe we ook met elkaar kunnen omgaan als we elkaar in het echt ontmoeten. Oké, ik heb een paar puntjes opgeschreven waar we gewoon heel eventjes wat helder over willen zijn. Fanmail opsturen, dat mag altijd. Het adres staat onder deze video, dat is ons postadres. En één keer in de maand, 6 weken, nemen wij een fanmail video op. Dat ligt eraan hoe ver we zijn met onze abonnees. Je kunt het een beetje zien aan 20.000 abonnees verder. Dus als we 20.000 abonnees verder zijn dan de vorige fanmail video, dan komt er rond die tijd weer een volgende fanmail video. Dan hebben we heel erg veel tekeningen van jullie ontvangen. Maar wat we merken is dat heel veel van jullie ontzettend mooie tekeningen maken. Maar dat er soms ook wel een stuk of 6 tekeningen in 1 envelop zitten. Als we per persoon 6 tekeningen moeten laten zien, dan zijn we natuurlijk ontzettend lang bezig om iedereen een plekje in onze vlog te gunnen. Dus daarom, als je een tekening wil maken, liefst 1 hele erg mooie tekening. En dan willen we die heel erg graag laten zien, zodat iedereen een plekje in onze vlog krijgt. Ook de fanmail, want wordt een stukje lastiger aangezien we zoveel tekeningen binnenkrijgen. En we best heel lang bezig zijn met alles netjes eraf te halen en op te hangen. Kunnen we niet meer alle tekeningen op de muur hangen. Wel krijgen jullie altijd een plekje in onze vlog. En we bewaren uiteraard al jullie mooie tekeningen sowieso in een mooie doos. Ook krijgen we heel erg veel verzoekjes in de briefjes en kaartjes van jullie. Of wij een persoonlijke reactie terug willen sturen. En dan zetten jullie ook heel lief jullie adres erbij. Maar helaas zijn dit zo ontzettend veel verzoekjes dat we echt niet iedereen persoonlijk een briefje kunnen gaan terugsturen of een reactie kunnen gaan terugsturen. En we hopen dat jullie hier begrip op hebben, al hadden we het graag gewild. Dit is gewoon eigenlijk een onmogelijke opgave. Ja, en dan wil ik meteen terugkomen op het social media punt, denk ik. Ja, wil ik even aanvullen. We krijgen dus heel veel verzoekjes, ook via WhatsApp groepen, Facebook groepen. Ik Instagram. Word gebeld op ons persoonlijk privé nummer thuis, als wel op ons mobiel, of ik jullie wil ontmoeten. Lieve fans, doe dat alsjeblieft niet. Dus geef ons alsjeblieft de ruimte dat jullie ons 1 keer per jaar op de Dutch YouTube Gathering mogen komen ontmoeten. Een knuffel geven, even een kort praatje, een fotootje. Maar beperk het daarbij. Geef ons alsjeblieft de ruimte als gezin ook een normaal gezinnetje te kunnen blijven. Ja. Want we willen dat de kindjes het leuk vinden en het ook leuk houden voor ons allemaal. Want we gaan hier graag mee door. Ook krijgen we regelmatig reacties met hoe jullie moeten reageren als jullie ons in het echt zien lopen. Uiteraard vinden wij het helemaal niet erg om in het openbaar aangesproken te worden. Wij vinden dat juist heel erg leuk, want wij voelen ook echt die YouTube-band, familieband met jullie kijkers. Dus als je ons in het openbaar tegenkomt, kom even gerust naar ons toe. Zeg, hey, hallo, ik volg jullie op YouTube. Mag ik even een foto of whatever, wat je graag ook wilt. En laat ons vervolgens ook gewoon met rust. Dat vinden we hartstikke leuk. We hebben alleen 1 uitzondering, niet op schoolplein.
Nee. Oké, dit was even het saaie gedeelte. We gaan nu snel door naar het leukste gedeelte van deze fanmail. En de kinderen kunnen niet meer wachten. En dat zijn al jullie mooie tekeningen laten zien. En, kinderen, zullen we eerst dit maar eventjes doen? Want hier zitten jullie al een hele tijd op te wachten. Is speelgoed! We hebben al jullie speeltjes even verzameld. Allemaal in één bak. Kijk eens, jongens. Dat wordt veel te veel wat apart uit te pakken. Maar het is zo veel, jongens. Kijk dan. Hier hebben we een boekje. Dus de boek. Dat is een ballon, een 5-jaar ballon. Die heb je op je verjaardagsfeest ook gehad. Dat is een nummer 5. En dan hier een jaaltje. En dan, hé, een hoesje voor de iPhone 4. Voor jezelf, ja. Nee, ja. Ik wil ook één. Nee, jij hebt een autopen. Autopen. Emotiestickers. Heel veel stickers. Een zuurstok. Nee, dit is voor papa. Ik mag een zuurstok. Heel mooi bandje. En zelfs waren er ook dingetjes Woezel en Pip bij, denk ik. Dat dit soort dingetjes zijn. Een visje. En een visje. Een Hello Kitty. Oh man, een stempel. En een stempel. En een pen. Wat is dit? Spiegel. Een spiegel. Nagellakjes. Ja, een gummetje is dat. Nagellakjes, die heeft Lucilla al toen straks te pakken gehad. Want die heeft ze al op. Kijk, die heeft ze zelfs al opgedaan. Daar is ook heel blij mee. Oh ja, ook op je voeten. Ook de teentjes. Hele mooie hartjes, stickertjes, allemaal minion poppetjes, stickertjes, zelfs theetjes. Het is echt super leuk om dit allemaal van jullie te ontvangen. Hele kitty dingetjes, roze stiftjes. Heel erg leuk, jongens. Dus dit komt helemaal goed. Al deze bulletjes gaan ze allemaal weer spelen in de lijn. Ook heel leuk dat ik jullie met Nemo heb opgestuurd. Ja, roze, hè? Hey. En deze Nemo, hè? Die hebben ze gezien dat jij die zo leuk vond. Hey, dan zullen we de kindjes laten zien waar we dat in de speelgoedlaag stoppen? Oké, jongens, omdat het een hele stapel is, laten we ze allemaal heel snel zien. Ja, hey, jongens, weet je wie ik mooie stick niet mooi vind? Deze moest hem Pip. Ja, mooi, hè? Ja, dat is onze roepteken. Mooi, ja, die geven we alles, als ze het hebben gezien, geef het naar papa. Oh. Dit is superleuk met een foto erbij. En dit is Romy en die heeft allemaal mooie foto's van ons met super lieve tekstjes eronder gezet. Hier, ook van Luma. En mama ook. Zelfs van de baby. Oh, een kaartje. En dit is een heel lief kaartje. Ja. Wauw, mooi, hè? Dat is varen met vragen. Luan met muzieknootjes. Dit is een Hello Kitty. Hello Kitty. Dit is ook een hele mooie met allemaal mooie woordjes erop. Dit is Woezel en Pep. Mooie stickers. Oh, deze is ook wel heel erg mooi. Dit is een minion, zie je dat? Ja, dit is voor Luan, een minion. Kitty. Dit vond ik het heel mooi. Oeh, dit is ook wel heel mooi. Kijk, heel erg mooi gemaakt. Onze namen. Liefde gemaakt. Pap, en hier. Heel leuk, we hebben trouwens al jullie briefjes achterop, die lezen we ook allemaal hoor. Maar die kunnen we natuurlijk niet allemaal gaan voorlezen. Een heel mooi portretje van ons. Wow. Er zitten nog mooie bandjes op. Kijk eens. Bandjes. En mooie briefjes allemaal nog. Mijn bandjes. Ja. Bandjes. En deze van Juliette, als ik het goed lees. Ja, super mooi ook. En Farah met een mooi bandje. En deze is van Luan met een grote draak. Ja. En dit is, oh nee, dinosaurus, hè, was het. Hello Kitty. Roze. En Daniel. En we hebben hier nog een Daniel met een briefje. En nog een briefje. Dit zijn dus ook allemaal van verzoekjes of we dus wat terug kunnen sturen. Maar dat kan dus echt. Dus jullie krijgen het allemaal. Dat is gewoon te veel. Youth Together in 2008. Ja, dat is papa. Daan staat er. Ja, Daan. Hier staat Lucilla. Ja. Hier, en Luan. Oh. En Farah. En een Farah met een maskertje ernaast. Heel erg lekker. Die ga ik je straks afhalen. Die kan ik mooi gebruiken. Een maskertje. Luan met de microfoon. Hele mooie Lucilla letters. Echt super mooi. Daniel met een dikke vette smiley en een knipoog. Allemaal kaartjes voor ons. Deze was voor Luan, had ik al gezien. Deze die was voor Lucilla met een kist erop. Een heel leuk cd. Deze kaartje is voor jou. Lief Luan, kusje. Super fijn, maar die een hele erg mooie cd had ik al gezien. Christelijke cd met leuke liedjes erop. Die was voor papa, die was voor mama. Super lief dat we ook echt apart een kaartje kregen.
En ook deze, heel erg mooi, met een heel erg lieve tekst achterop, ook leuke blaadjes, heel mooi gemaakt. En allemaal ontzettend lieve briefjes. Hoe leuk jullie de vlogjes vinden en de tekeningen. Van poppetje. Ja, dat heb jij goed gezien. Kijk, hier. Heel mooi briefpapiertje ook, met heel lief briefje erop. Hexiel, vis van Lissy, met een Barbie. Oh, die voor mij. Mooi, hè? Ja, die voor jou. Briefje. Baby, de baby. Ja, die voor de baby, hè? Nu al Lucilla en de baby. Oh, wat gaan we... Oh, ja, de baby gaat een kusje. Hier, die is ook heel mooi. Deze ook super mooi gemaakt. Wauw, die is echt mooi. Allemaal lieve briefjes. Hello Kitty. En een hondje voor Luan. En een briefje. En er is een babytje onderweg met ontzettend lieve tekst binnenin. Echt heel erg lief allemaal. En een lief briefje weer. Die is weer voor jou. Kijk mama, hier staat Luan. Ja, even een andere, ja. Goed zo. Dat staat Luan, heb je goed gezien. Ja, oh. Heel erg mooi. Kaartjes zelf gemaakt ook. Goedjes Elise, dankjewel Elise. Brinkle TV. Ja, leuk hè. Dat is lang geleden. Farah, baby Bellinga. Ja. Lucilla. Ja. En Daniel. Ah, oké. Okay, kijk, dat zijn een stuk of 8. Tekeningen, Luan, Lucilla. Kun je hier heel zonder plakken, joh. Dank je, jongens. Een mooie... feliciteerskaart. Ik laat het zien. Oké. Ja, aan de voorkant. Weet jij, 5 jaar werd, hè? Ja. Ja, die ook heel mooi. Deze ook een hele mooie. Heel mooi. Dit is ook heel erg leuk. Zij zit op waterpolo. Kijk. Cool, sportief. Zijn fotootje. Dat is op waterpolo. Het is een spelletje in het water. Grappig, hè? Ze heeft ook van zwemmen, net als jij. Kijk, ook een hele erg mooie tekening. En liever tekst achterop. En dit vond ik ook wel heel erg origineel. Een kleurboek voor Luan en een kleurboek voor Lucilla. Daar kunnen jullie tekeningen in maken. En deze? Ja, die is ook voor jouw verjaardag. Een 5. Even laten zien, want we zien niet dat jij die hebt gekregen. Super lieve tekstjes op deze briefjes. Heel erg lief, ook allemaal lezen. Telekids stickers. Mama. Ja, even ruimte. Ja, die van jou. Mooie stickers. Even ruimte maken voor de stickers. Mooie prinsessen stickers. Wauw, dat vind ik echt mooi. Hey Lucilla, wat is dit? Hallo Kitty. Hello Kitty. En? Paw Patrol. Pappertje, ik hou van Pappertje. Mooie Luan en Daniel. En Lucilla. Mama. En Farah. Hier. Ja. En deze heel mooi, de Bellinga's familievlog met lieve tekst achterop. Goedenavond. Lucilla met Hello Kitty. Heel mooi. Patrol. Kijk, Sil, die is voor jou, Hello Kitty. Oh, nou, die mag dan jij. Super lief briefje weer, die we uiteraard allemaal lezen. Lucilla Bellinga met ontzettend mooie sierletters. Geschreven. En deze ook heel mooi. Moet kijken, mijn microfoon en mijn Paw Patrol. Ja, dit zijn kleurplaatjes voor Lucilla en voor Luan. Kijk eens, jij mag Sing intekenen. Jij mag Hello Kitty intekenen. Woezel en Pip afbeelding. En ik denk dat de vlogcamera van papa is. Nee, niet voor ons. Kan je die cadeau? Nee, niet met de vlogcamera. Nou, heel lief. Waar is het toe gezien? Naar de boot. Nee toch? Ligt het op de boot, jongens? Oh, en dit is super lekker. Ik ga even een foto maken. Klik. Kijk eens, Luan, deze is ook mooi, hè? Ja. Mooie briefjes. En deze, de Bellinga's, met mooi oranje achtergrond. Klik. En deze mooie tekening, met lieve woordjes erop. Mijn benen gaan slapen, jongens. Kijk, en dit is ook heel erg leuk gedaan. Dit zijn boekjes. Ook voor Luan en Lucilla, met van die touwtjes erdoorheen. Kijk, die is voor jou. En die is voor jou. Leuk, hè? Daniel. Hallo Kitty. Ja, pak nu Hello Kitty. Oh, ja. Ook die. Ja. Die kan je allemaal gaan tekenen. En een heel mooi kaartje met een boy or girl. Dat verklappen wij nog niet, hè? Wij weten het al. Maar jullie zien het over 2 dagen volgens mij. Nee, mam. Deze met een dinosaurus. Mam, die is kijk, dit is geen kaart. Kijk, ze zelf gemaakt. Geen. En die hebben ze zelf gemaakt, lieve schat. Hashtag familievloggers. Hartstikke mooi gedaan. Ook met een fotootje erbij. Hoe uit Curaçao. Kijk eens Luan. Zij woont in Curaçao. We komen graag weer naar Curaçao hoor. Sam. Kom graag weer bij je op een strandspeling in Curaçao. En nog een mooi briefje.
En een kaartje, ja, met de vraag of we naar het cafeetje komen. Dat, en of we een reactie wilden geven. Ook hierop, we hebben zoveel aanvragen. Dat was eigenlijk niet heel erg mogelijk. Al had het graag gewild hoor. Maar, en dit ook met hele mooie bloemetjes. Kijk, die ligt erop. En achter zit een hele mooie tekening. Ja. Met een hartje. Hello Kitty tekeningetjes. Met leuke briefjes. Super leuk briefje, maar het hoor je. Ik kijk jullie vlogjes. Daniel. Sila. Nee. En papa. Nee. Papa. Lucilla. Luan. Ja. Hele lieve tekstjes. Met een fotootje erbij. Deze is van Silke. Ja. En hoe? Van Silke. Silke. En een hele mooie fotocollage gemaakt. Kijk Lu, fotootjes. Leuk. Lieve tekstjes, lieve briefjes en allemaal hartjes. Deze is van Brit. Lucilla, deze is van Brit. Oh, dankjewel Brit. Kijk. Ros. En Luan. En papa. Farah. Ballonnetjes. Mooi Woezel en Pip tekening. Daniel. Farah. Nog een keer Lucilla. En dan natuurlijk Luan. Met zijn muziekjes. Jullie zijn er volgens mij echt uren mee bezig geweest hoor. Echt lief briefje. Allemaal. Wat lief een briefje. Nog mooie tekeningetjes. Superleuke lieve woordjes ook allemaal. Heel erg leuk is dit ook altijd. Mama! Ja! Dit is voor mij. Ja, nee, deze is voor is mama. Mooi. Hier voor Lua. Deze is voor papa. Voor Daniel. Deze is ook heel leuk met de penningkraas. En een lief kaartje met gefeliciteerd. Dat is voor Luan. Gefeliciteerd ja, met je jarig die was. Voor mij. Ja. Heel lief briefje. Super mooi kaartje. Oh, mama, wat staat hier toch op? Voor Luan. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Kusje, kusje. Melanie. Ah, boer wel, staat er. En dit is ook een lief kaartje. Ook super lief kaartje. Alles is van iedereen lief. We zouden al ja, jullie namen noemen liefst, maar... Heel erg lief tekstje. We doen deze video 24 uur. Ook heel erg leuk gedaan dit. En hier nog een mooie tekening en een lief briefje. Hier. En Woezel en Pip niet te vergeten. En Luan. En een Lucilla. En een Farah. En Daniel. En hier hebben we weer een hele leuke foto. Die is van Kyra. Kyra, als ik het goed lees. En een leuk doorkijken. Tekeningetje. Ik wil kijken. En deze mooie tekening. Deze gele. Hallo. En deze met baby Bellinga. Hallo. En deze. Lief briefje. Hallo. Lief briefje. Met mooie tekeningetjes erin. Kijk. Deze. En deze. En deze. En die. En deze mooie glittertjes erbij. En dat waren alle tekeningen, jongens. Dat waren alle tekeningen. Dank super jullie mooi allemaal. Niet stuk voor stuk. Echt. Oh ja. Heel ja. En jongens, straks ga ik deze ding opzetten. Dat zien jullie in de vlog 799. Ja, en dan nu zijn we aangekomen bij cadeautjes. Cadeautjes. Gaan we eerst beginnen met nummer 1? Nou, Luc, help mee. Oh. Wat is dat? Oh, wat is dat? Zijn nog verjaardagscadeautjes van Playmobil? Oh, van Playmobil. Ah, Playmobil, dankjewel. Heel erg leuk, allemaal paardjes. Van Ballinga's, gefeliciteerd met Luan van Playmobil. Wat leuk, hartstikke leuk, Lu. Dankjewel. Zeg maar dankjewel, Playmobil. Dankjewel, Playmobil. Goed zo, naar die. Ja, een Woezel en Pip boekje. Hé, kunnen we die gaan voorlezen? Wauw, heel lief. Van Woezel en Pip. Kijk. En, tante? Perenboom. Perenboom. Leuk. Superleuk, dankjewel. Deze! Ja, kijk, die is voor Luan, staat erop. Die is voor Lucilla. Deze is voor jullie samen. Cadeautjes! Mijn is deze! Hartstikke leuk, het zijn DVD'tjes. DVD'tjes. Die is voor mij! Ja, moet je erin laten zitten, schatje. Een brandweerman Sam, kijk eens. Een brandweerman Sam. Oeh! Een kerstcd'tje. Ik weet niet of het is, maar... Ja, die kunnen we mooi gaan kijken. Kerstcd. Oh,
Ja, nou deze. Ja. Voor Leon en Lucilla. En voor... Mam, is dat een film of een liedje? Een film. Volgens mij voor allemaal. DVD. Nee, DVD. Die ziet wel heel erg grappig. Ach, we hebben helemaal ingepakt. Dit zijn ook tekeningetjes. Een kleurboekje ook, denk ik. Ja. Kijk, dan kunnen jullie de tekeningetjes maken. Dankjewel. Die is denk ik voor ons allemaal. Is dat een schilderij? Oh. Lijkt wel een schilderij, hè? Schilderij, ja. Oh, dat is dat is een mooie brief. Mama. Oh. En een brief erbij. Oh. Kijk eens. Oh, mama. Oh. Superleuk! Groetjes Lucilla! Oh, dat is je naamgenootje Lucilla! Ja, dankjewel Lucilla! Leuk, ja. Ik heb wel eens onder de video's, ja! Die krijgt een heel mooi plekje! Superleuk! Dankjewel! Wat zit er daar dan vast? Ik kan hem ophangen! Grappig hè? Heel knap! Superleuk! Dankjewel hoor! Yes. Echt heel erg leuk! Nou, dan hebben we hier nog een doos. Want hier hebben we ook weer allemaal een kaartje. En voor mij allemaal. Voor ons allemaal. En allemaal cadeautjes. Ja, die maken we ook. Die is voor Luan, staat erop. Van Storm en Jaap. Voor Lucilla. Er zitten ook allemaal cadeautjes in. Ja, die doen we zo meteen. Die doen we zo meteen. Storm en Jaap, hè? Storm en Jaap, dat is nog geen pakjesavond. Ja, pa. Echt begrepen worden. Nee, nou, ik vind het wel heel speciaal. Ja. Is het goed ingepakt, hè? Oh, oh. Ja! Dit is zo'n cupcake muffin. Oh, wat leuk. Zo'n prinsessen denk superleuk is dit. Die moet je eruit doen. En dan druk je zo. Dan heb je de prinses. En dan kan ik nog het hoedje erop zetten. Zo. Grappig hè? Kijk, en dan hebben we ook nog hele leuke rompertjes jongens. Oh. Super. Dankjewel. Nog een cadeau. Allemaal Nivea oedertjes. Deze. Oh, ik ben zo benieuwd met die cadeau. Oh, nee, die is voor Lua en deze is voor Lucilla. Oh, wow. Zo. Ik denk dat dit een DVD is. Hier, of een setting, denk ik. Scheuren, jongens. Oh! Oh, wat leuk! Superleuk! Oh! Wat een mijn lila! En Jarek! Oh, super! Veel te gek, dankjewel. Hey, hartstikke leuk, een DVD van Paw Patrol. Wow. Superleuk, hey, dat is mooi. Yeah. En dan gaan we nu. Dit is eigenlijk te veel, jongens. We gaan naar de volgende. Ja, we hebben hier een hele grote doos. We hebben geen idee van wie dit is. Echt geen idee. Dus dat gaan we nu zien in de video. Oké, jongens. Scheuren. Ja, scheuren, lekker scheuren. Ik ga hier. Wat zit hierin, jongens? Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik ook wel. Spannend hoor. Oh, het is heel goed vastgeplakt. Heb je de kant? Maar is het toch voor nu onze verjaardag? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Misschien is het wel gewoon. Jeetje, wat is dit? Dat is een hele doos vol. Het is ook heel grappig. Wie is dit? Veel te veel. Lieve Bellinga's, hier voor jullie allemaal een leuk pakket. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Lief Sabine B. Wow, dankjewel, Sabine. Dit is echt gek, joh. Dat is hartstikke en nog veel. Oh man. Wauw. Jongens, hé. En dit. Kijk, ja. En luiers. Super. Oh. Wauw. En wat is dit? Een huisje. Okay. Monddoekjes. Oh, wat leuk. Washandjes. Okay. Oh, heel erg leuk. Kleertjes. Jongens. Oh, dit is veel. Oh, dit is echt veel. Too much. Oh, nee. Oh, ja. Helemaal ontdaan, jongens. Maar wel mooi, hoor. Oh, ja. Maken. Is dit helemaal? Oh, moet je kijken dan wat hier helemaal in zit. Mama, kijk! Zullen we deze even openmaken? Jeetje. En een puzzel. En sesamstraatkaarten.
Jongens, zullen we deze even zo maken? Eerst de doos helemaal op de bodem. En die? Kijk, en dan hier. Oh. Oh nee, dit is echt heel veel. Dat is denk ik een leuk plan. En een zwempandje, heel veel eitjes, surprise eidingetjes. Oh. En brilletjes en poppetjes van allemaal diertjes. Mama. En slappetjes. Ja, schatje. En schoentjes. Oh. Jeetje. Oké. Okay. Ja. En ook een speentje. Waar? En een speentje. We gaan met alles leuk spelen. Ja, kom, dan gaan jullie cadeautjes even uitpakken, jongens. Zit erin. Oeh, een puzzel. Van Pinocchio. Wauw. Wow. Mooi puzzel. Help me al nu al even, mama. En dit is voor de baby. Ja. Yeah. Oh. Sabine, dit is echt... Too much, wow. Kijk eens. Oh, een toestel van... Disney. Van Mickey Mouse. Oh, wow. Ja, jij hebt ook voor die. Mickey en Minnie. Ja, schatje, die is wow. Ook voor jou. Mooi. Wow, wow, wow. Nou jongens, dit waren alle mooie cadeautjes. Jullie zien het. Het is een beetje een andere segment nu, want ik ben hier de fanmail ook aan het editen voor jullie. Maar blijkbaar is er wat misgegaan met de laatste fragmenten waarin wij afsluiten en waarin we de thumbnail maken. Dus ik moet even een mooie thumbnail zien te krijgen. Maar nogmaals, dankjewel voor al jullie mooie fanmail en mooie lieve post. Een dikke kus voor jullie. Doe een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te klikken. En we zien je graag weer in een nieuwe video. Doei doei!